Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Dane. In deze aflevering een gesprek met Femke Riel. Femke kreeg eind 2016 de diagnose borstkanker. In een wachtkamer van het Sint-Antonius Ziekenhuis in Utrecht ontmoet ze Hester. Ze worden buddies van elkaar. Dat is het begin van Stichting Buddyhuis, waar inmiddels honderden mensen aan verbonden zijn. Femke is druk bezig dit initiatief uit te bouwen. Zo wordt er bijvoorbeeld hard gewerkt aan een buddy-app. In deze podcast vertelt ze over eigen ervaringen en over wat het buddyhuis kan doen voor mensen die getroffen zijn door kanker. Wat is jouw relatie met kanker? Mijn relatie met kanker is dat ik zelf ziek ben geweest. Nu inmiddels alweer bijna 4 jaar geleden dat ik de prognose borstkanker kreeg. Vlak voor kerst. En ben je daar nog wel veel mee bezig dat dat gebeurd is? Ja, ik ben er heel veel mee bezig. Maar niet vanuit een negatief punt. Het ziek zijn zelf denk ik dat ik redelijk goed verwerkt heb. Ik ben er alleen inmiddels, heb daar een soort van ommezwaai in gemaakt. En heeft het hebben van kanker mij gebracht tot het ontplooien van nieuwe activiteiten. En zo is het buddyhuis ontstaan. En dat is mijn werk geworden. Ja, nou daar gaan we zeker over praten. Maar ik wil toch graag heel even terug naar jouw persoonlijke ervaring. Want je zegt ben ik er nog wel mee bezig. Maar niet negatief. Was het destijds een negatieve of een positieve of een neutrale ervaring voor je? Oeh, dat is in heel veel ups en downs gegaan. Maar het moment dat ik te horen kreeg dat het foute boel was, ja, toen zakte de grond onder mijn voeten vandaan. Dat kan ik niet anders als een negatieve ervaring noemen, dat moment zelf. Want maar, hoe kwam je op het moment dat je dus onderzoek liet doen? Had je zelf ergens last van? Ja, ik stond dus inderdaad vlak voor kerst. Onder de douche en toen voelde ik een knobbeltje in mijn borst. Dat knobbeltje had ik al een keertje eerder gevoeld, maar toen niet zo heel veel aandacht aan besteed. Toen dacht ik, dat zal de maandelijkse cyclus zijn die daarvoor zorgt. Maar deze ochtend viel het me weer op en die herhaling die verontrustte mij. En toen ben ik eigenlijk direct naar mijn man gegaan en die zei, laat het checken bij de huisarts, want dit moet uit je hoofd. Het is vast niks, maar zorgen dat het zo snel mogelijk niet tussen je oren in ieder geval gaat groeien. En toen ben mooi gezegd, tussen je oren gaat groeien. Ja. Ja. En dat advies heb je opgevolgd? Dat advies heb ik zeker opgevolgd. Ik ben direct naar de huisarts gegaan die ochtend. Tussen het kokkerellen voor kerst door. En dat bezoek liep anders af als dat ik bedacht had. Ik werd vrijwel direct doorgestuurd naar het ziekenhuis. Toen heb ik Maarten, mijn man, opgehaald. En zijn wij daar naartoe doorgereden. En ja, toen zijn we de malle molen ingegaan van mammografie naar echo, naar punctie, naar biopt. En die middag stonden we buiten met de mededeling dat het er niet goed uitzag. Maar dat het kerst was, dus dat het lab dicht was en dat ik toch tot na kerst zou moeten wachten om de definitieve uitslag te krijgen. Een hele moeilijke kerst zijn geweest. Het was een enorm moeilijke kerst. Maar als ik nu terugkijk, was het ook heel warm. En zijn we eigenlijk al begonnen met verwerken van de boodschap. Ze hadden tegen ons gezegd dat we dat niet nog aan de kinderen moesten vertellen. Omdat we gewoonweg nog niet wisten. Maar zo zitten wij thuis niet helemaal in elkaar. En ik wist gewoon... alles in mij zei dat het foute boel was inderdaad. Wij hebben toen ook ervoor gekozen om wel de kinderen direct te informeren. Hoe oud waren je kinderen toen, 4 jaar geleden? Toen waren zij 13 en 10. Dat is heel jong nog, ja. En
Ja, heel jong, maar nee, we zijn gewend geweest altijd al veel met elkaar te praten. En dat hebben we gelukkig ook in alle stress en angst van dat moment voort kunnen zetten. En we zijn gewoon heel erg dicht bij elkaar gekropen. Iedereen had natuurlijk zijn eigen angsten en eigen demonen, die vooral 's nachts altijd parten speelden. We hebben er toen voor gekozen om een heel groot bed te bouwen in de woonkamer. En nou, die dagen rondom kerst met z'n allen in de woonkamer te slapen, zodat als je 's nachts wakker werd, er altijd iemand was waar je even tegenaan kon kruipen en je niet alleen hoefde te voelen. Oh, wat mooi zeg, echt elkaar opzoeken daar. Absoluut. En dat maakte angsten, die waren er natuurlijk zeker wel, maar die maakten ze wel draagbaarder en die gingen niet over de top of een eigen leven leiden. En dat was daar heel fijn van. En ben je zelf wel eens wakker geworden die dagen, midden in de nacht, en dan zie je zo je familie om je heen? Ja, zeker. Wat ging er toen door je heen? Kun je er iets over zeggen? Ja, nou, ik kan me wel herinneren dat ik ook toen wel tegen Maarten gezegd heb, ik weet nu wat angstzweet is. Dat je inderdaad 's nachts wakker werd en dat je dacht, oh man, het gutst van me af. En wat nu als het inderdaad door heel mijn lijf zit? En die stress vond ik heel heftig. Ik heb dit ook als echt de heftigste periode ervaren. Juist het weten en het nog niet weten. En, ja, want noodgedwongen omdat dat lab dicht was, kon het in je hoofd helaas wel verder groeien. Hè? Wat je straks al zo mooi uitdrukte. Want eigenlijk, stel ik me zo voor, is die paar weken natuurlijk heel lastig. Omdat je gewoon helemaal nog niet iets mee kon verder. Nee, nou dat zijn natuurlijk uiteindelijk maar een paar dagen, gelukkig. Voor kerst was zeg maar de donderdag. En uiteindelijk kreeg ik op dinsdag de uitslag. Oké, het was nog wel in hetzelfde jaar. Ja, zeker. En ik wist al wel dat het foute boel was, omdat mijn de radioloog die de echo en biopt en punctie gedaan had, die kwam later nog even, toen wij in gesprek zaten met een verpleegkundige, kwam hij terug. En toen zei hij dat hij wilde dat er gelijk een scan werd ingepland. En nou ja, dat maakte bij ons ook wel dat wij dachten, oh, ja, weet je, dat gebeurt niet voor niets, zo'n scan. Als jij niet de uitslagen van de biopt en punctie gaat afwachten nu, maar al gelijk deze stappen gaat ondernemen, dan weten we ook echt wel dat het fout is. En wat hield fout bij jou in dit geval? Nou, bij mij hield dat in dat ik borstkanker bleek te hebben. Ik had twee tumoren die bijna triple negatief waren. Wat maakte dat een behandeling, een hormoonbehandeling, maar heel weinig zou doen. En dat maakte ook dat direct chemotherapie eigenlijk niet een keuze was, maar een zekerheid. Ja. Dus dat kreeg ik ook vrij snel te horen, dat het traject zou worden. En wat houdt foute boel in? Dan weet je, het zijn twee tumoren. Er werden geen, en daar was ik zelf heel erg blij om, geen uitzaaiingen in mijn okselklieren gevonden. Ja, en dan is het, vond ik zeg maar, dat het moment van, ja, dan moet je gaan. En dan is het, is er eigenlijk maar één weg en dat is de weg vooruit. En dan pak je iedere behandeling, althans ik pakte iedere behandeling vol vast. En was het gaan naar beter worden. En voor mij was dat ook het moment dat ik het makkelijker vond worden tussen mijn oren. Want toen kon ik zelf iets doen. Ik vond het afwachten en nog steeds. Het wachten op uitslagen blijf ik het alleringewikkeldste vinden. Die spanning van dat het, nou ja, dat het alle kanten op kan gaan, die vond ik enorm heftig.
En eigenlijk beter te doen dat je dan daadwerkelijk iets aan het doen bent. Bijvoorbeeld het ondergaan, terwijl dat ook nog een vorm van, van passief is. Dat vond je beter te doen dan puur het wachten. Ja, zeker. Ja. Maar daar is wel een kentering aan vooraf gegaan. We hebben het wachten met kerst gehad. En toen wist ik al, toen kwam ik direct na kerst terug. Toen was het de foute uitslag. Dus toen wist ik dat er twee tumoren waren. De uitslag voor die MRI-scan, die was al ingepland. Die had ik de dag voor oudejaar. Dat maakte dat ik wederom 4 dagen moest wachten op de uitslag ook van die MRI-scan. Toen ik in de wachtkamer zat voor de uitslag van die MRI-scan, zat ik daar samen met Maarten, mijn man. En die wachtkamer vind ik altijd een bizarre setting. Je weet namelijk dat iedereen complete chaos in zijn hoofd heeft, maar er hangt ook zo'n serene stilte. En in die setting hoorde ik in de verte hele blije stemmen en voetstappen. En dat paste eigenlijk bij mij totaal niet in het beeld wat daar hoorde bij die bizarre setting van die wachtruimte. Maar die voetstappen kwamen dichterbij. En daar kwam een prachtig stel de wachtruimte binnenlopen. Waarvan zij een mutsje op had, waardoor ik wist, zij heeft het ook. En dat is wel een enorm belangrijk moment geweest in het hele proces waar ik doorheen gegaan ben. Want toen ik haar zag binnenkomen, lachend en stralend, maakte dat ik toen bij mezelf dacht, oh, maar het is dus ook mogelijk om kanker te hebben en midden in het leven te blijven staan. En dat heeft wel heel veel betekend in hoe ik toen het vervolg van het proces in ben gegaan. Ik heb dat namelijk uitgesproken aan mijn chirurgen, met wie we daarna een gesprek hadden, dat ik die dame de wachtruimte binnen zag komen lopen. En dat ik hoopte dat ik ook zo zou kunnen blijven stralen gedurende dit traject. En zij moest toen weg en kwam 10 minuten later toch nog even met haar kopje om de hoek. En vroeg toen of ik die dame over wie ik sprak zou willen ontmoeten en of zij mij een hart onder de riem zou mogen steken. En of dat mocht. En zo zijn wij bij elkaar. Dat is een bijzondere vraag dat je behandelend arts dat vraagt. Klopt, natuurlijk heel erg buiten de boekjes om. Zeker in de tegenwoordige tijd met alle privacy. Vrouwelijkheid. Ja. Precies. Maar ik heb gelukkig een arts getroffen die dit durfde. Maar dit durfde zij omdat zij enorm goed naar haar patiënten kijkt. En zij zag dat dit mij over een drempel kon helpen. En ook de andere patiënt in deze, die liep natuurlijk een stuk op mij voor. Maar ook haar hielp het. Ook zij kwam met de vraag, hè, ik zou graag er voor een ander willen zijn. En voor haar is dat weer een stuk verwerkingsproces geweest. Ja, en zo is daar. Jij zei ja, ik wilde graag ontmoeten. En dat werd dus voor je georganiseerd. Hoe was dat de eerste keer dat je elkaar toen sprak? Want je had er al horen aankomen. En dat had al veel met je gedaan. Ja. Daar kreeg je een soort gewaarwording door van hey, ik kan dus ook midden in het leven staan, zoals je het net zei, en kanker hebben. Ja. En toen ging je er uiteindelijk ook echt ontmoeten. Was dat met jullie echtgenoten erbij? Haar echtgenoot is toen in de wachtruimte even blijven zitten. En Maarten was er wel bij. Dus ja, waren ze drieën. En hoe was het om dan haar te spreken? Want zij, wat je zelf al zei, liep een beetje voor op jou. Dus ze had eigenlijk een soort voorland voor jou. Hoe was het om haar toen te spreken? Nou, ik vond dat voorland in te kijken, dus nog niet begonnen zijn met de behandelingen, dat vond ik het gevoel van ik sta aan de rand van een oerwoud en ik heb geen idee welke kant ik op moet lopen. En het fijne van praten met Hester, zoals zij heette, was dat zij mij letterlijk aan de hand nam en zei, kom maar, ik heb al een pad gevonden en ik loop daar een stukje met je op. En dat is enorm waardevol geweest. Het is
het begin geweest van het buddyhuis, het begin geweest van, nou ja, ik zou bijna willen zeggen, een vriendschap die er ontstaan is tussen Hester en mij. In een hoge drukpan waar we in zaten, die op dat moment kanker heette. Want het is natuurlijk voor jou een heel spannend moment en zij hielp jou daardoor. Ja, dat is heel betekenisvol geweest en heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik met bepaalde vragen waar je niet direct naar je arts gaat, waar je soms ook het gevoel hebt, of naar de verpleegkundige of wie dan ook binnen het ziekenhuis, dat je soms toch, althans ik zit zo in elkaar, denkt van, oh, maar ik moet ook niet zeuren. Is dit nou wel echt iets? Of komt dit omdat ik denk dat dat iets is? Of... Al die vragen en veroordelingen. Precies, maar soms is het toch een drempel om uiteindelijk dat ziekenhuis te bellen voor een vraag of iets. En het zijn ook niet alleen maar vragen van ik heb een pijntje hier of een gekkigheid daar. Er zijn ook vragen die heel anders zijn, waar juist de Hester mij heel erg bij hielp. En nou ja, dat zijn voorbeelden zoals bijvoorbeeld, ik ging de eerste keer de chemo in. En toen kwam ik 's middags thuis en toen zei Maarten tegen mij, joh, ik heb ergens gehoord, je moet gaan lopen, want dan zit die chemo snel door je lijf. Dat is goed, dan doet dat nog meer zijn werk. Waarop ik dacht, krijg jij lekker het heen en weer. Jij hebt geen chemo in je donder gehad. Ik blijf lekker zitten op het hoekje van de bank. En het is wel goed zo. Later die dag sprak ik Hester via de app. En toen zei ik dit verhaal tegen haar, waarop Hester reageerde dat ze nooit zin had, maar zichzelf uiteindelijk toch bewoog om na de chemo te gaan lopen. En ze zegt, ik vond het altijd vreselijk, maar daarna voelde ik me echt beter. En toen dacht ik, oh, maar ja, zij kan het wel weten. Misschien moet ik het dan toch proberen. En dat soort dingen... Ja, ze zijn heel erg fijn in het praten met die gelijkgestemde. Met iemand die door datzelfde proces is gegaan. Niet omdat die anderen niet lief voor je zijn. Niet omdat... Ja, hij bedoelde het ongetwijfeld heel goed, Maarten. Natuurlijk. Waarschijnlijk ook nog gelijk, als ik het zo hoor. Absoluut. Als hij al eerder gelijk had dat hij zei van ga nou naar de dokter. Ja. Maar dat is dus blijkbaar wel anders als je dat hoort van iemand die het echt kent vanuit eigen ervaring. Ja, klopt. Ja. Net zoals ik vroeg vooraf aan een verpleegkundige, hoe voelt dat dan straks als ik die chemo gehad heb? Kan je daar iets van zeggen? Waarop die verpleegkundige zei, ja, heel eerlijk, ik heb het natuurlijk nooit doorvoeld. Dus ik kan ook alleen maar vertellen hoe het de verhalen of uit de verhalen van anderen komt. Ze zegt, ja, en dan heb ik verhalen van mensen die zeggen, ik hang de hele periode na de chemo boven de wc, omdat ik zo misselijk ben. Maar ik heb ook verhalen van mensen die zeggen, nou, ik voel die chemo niet eens inlopen. Nou, en het is te hopen dat je ergens wat meer aan die laatste kant zit als aan die eerste kant. Maar weten doe ik dat niet. Ik stelde die vraag ook aan Hester. En Hester zei, hoe het bij mij voelde, en daar gingen we al, zij kon een voorbeeld geven van hoe het voor haar was. Ja. Dat was niet hoe het voor mij zou zijn, maar voor mij was dat al wel veel meer houvast om uit een ervaring te horen hoe het dus kan zijn. Ja. En zij zei, ja, ik kan van een behoorlijke griep behoorlijk in de lappenmand zitten. En bij mij was dit echt een hele erge griep, die eerste dagen nadat ik een chemo had gehad. Nou, en toen dacht ik, oh, oké, daar kan ik me een voorstelling nu bij maken. Nee, ik heb uiteindelijk het geluk gehad dat het ook wel bij mij op die manier een beetje was. Dus dat heeft geholpen daarin ook in dat vervolg daarna. Ja, ja, want je zei het straks al en je noemde het nog een keer, dat buddyhuis is eigenlijk vanuit deze ervaring, die ontmoeting met Hester in dat ziekenhuis, eigenlijk een toevallige ontmoeting, is dat ontstaan. Kun je wat vertellen over wat het buddyhuis op dit moment is en wat je er graag mee wil bereiken? Ja, ik kwam na mijn operatie
Terug in de uitslaapkamer. In ieder geval de plek waar dokter Doeksen, mijn chirurg, bij mij langskwam. En aan mij vertelde dat de operatie gelukkig heel goed verlopen was. En ik heb toen aan Annemiek Doeksen teruggegeven... dat ik er ook voor iemand zou willen zijn op het moment dat zo'n soortgelijke vraag kwam. Voor dat buddieschap. Nou, zei ze, kom eerst even bij van dit evenement, maar daar gaan we het zeker later over hebben. Mooi hè, dat je dat dan meteen zei op het moment dat je nog eigenlijk helemaal in je eigen proces zat. Begon je al van, ik wil dit ook voor een ander betekenen. Absoluut. En daar zit ook wel echt een crux van dat buddieschap. Want ik ben daarna buddy voor iemand geworden. Dat kwam vrij snel na deze fase. En daar heeft een enorm verwerkingsproces ook ingezeten. Ook voor jou. Het buddy zijn voor een ander. Ja. En dus het helpt om aan de hand genomen te worden, maar het helpt ook in verwerking van waar je doorheen gegaan bent. Nou, zo was het tweede buddy-koppel een feit. En langzaam kwam daar steeds meer vraag bij. En toen dachten we, is het een idee om een keer dit verhaal uit te dragen en op die manier te onderzoeken of er meer behoefte aan is. Toen hebben we op een verwendag voor vrouwen met borstkanker in het Antonius ziekenhuis, heb ik mijn verhaal verteld in een vraaggesprek met de psychologen uit het ziekenhuis en verteld wat het buddieschap voor mij betekend heeft. Toen zijn we heel laagdrempelig begonnen met een telefoonnummer en een e-mailadres in het ziekenhuis. Dat bleek een succes te zijn, in die zin dat we een jaar later weer die verwendag organiseerden. En dat we toen 150 aanmeldingen hadden bij het buddyhuis. Toen dachten we, oh, maar dit ontstaat dus echt uit een behoefte. En dat is niet een op zichzelf staande behoefte. Deze behoefte leeft bij veel meer mensen. En dat is het moment geweest dat we zeiden, we gaan hier iets officieels maken en we gaan dit doorzetten. Bij mij heel erg vanuit een drive dat ik wil dat deze vorm van psychosociale hulp eigenlijk voor iedere kankerpatiënt beschikbaar komt. Nou ja, zo zijn we gaan bouwen, zijn we begonnen met bouwen, samen met chirurgen dokter Doeksen, die voorzitter werd van de stichting. Buddyhuis is stichting geworden, een heel mooi actief bestuur. Die ook dit gedachtegoed, die daarin geloven en die het ook uit willen dragen. Nou, zo stap voor stap verder. We organiseerden een inloop in het ziekenhuis iedere week. We hebben wandelgroepen. We waren er in projecten al richting kinderen en partners. En toen kwam ergens daar corona om de hoek kijken. Toen moesten we wel even resetten van hoe gaan we dit nu aanpakken. Want we mogen het ziekenhuis niet meer in. Maar de behoefte juist aan contact, die is eigenlijk nu misschien nog wel veel groter. Gelijk is hij zeker gebleven. En toen hebben we een oproep gedaan wie ons zou willen en kunnen helpen en zijn tijd en kennis doneren aan het buddyhuis om het buddyhuis te digitaliseren. En zo zijn we begonnen met het bouwen van een app. Eerst het plan bedenken van de app. Maar inmiddels is daar een project van digitalisering uit voortgerold. En dat begint echt handen en voeten te krijgen. Prachtig zeg. Wat ongelooflijk mooi hoe dat zo ontstaat. Heel even tussendoor, want hoe is het nu met jou persoonlijk? Want we begonnen te praten over je eigen proces 4 jaar geleden. Hoe is het nu met je gezondheid? Het gaat heel goed. Ik wandel nog steeds heel veel. Dat had ik nooit gedacht dat zo'n ding bij mij zou worden. Maar ik wandel door het leven. En heb inmiddels een derde goede controle gehad. Die blijven natuurlijk rete spannend. Iedere keer weer. Het is heel fijn om deze vinkjes achter mijn naam te kunnen scharen. Zeker, ja. Het gaat dus goed. Ik ben inmiddels zo ver dat ik wel kan zeggen
dat ik hoop dat de kanker nooit meer terugkomt. Maar ik ben daar wel een rijker mens door geworden. Ik kan de kanker niet meer wegdenken uit mijn rugzak. Die hoort bij mij en die heeft zeker niet alleen maar negativiteit gebracht. Ja. Dat kan ik zeggen, hè, omdat ik hier zit en het op deze manier... Nou ja, en er zoveel positieve dingen uit ontstaan zijn, dat realiseer ik me heel erg. Want ik weet ook dat het muntje de andere kant op kan vallen. En dat ik ook een enorme dosis geluk heb gehad. Maar goed gaat het dus met me. Ja, nou, wat fijn te horen. En je bent je vol aan het inzetten om eigenlijk heel veel mensen eenzelfde mooie ervaring te laten hebben als die jij hebt gehad. Dat iemand jou, zoals je het mooi beschreef, in het oerwoud eigenlijk een beetje de weg wijst. Ja. Zodat het wat minder overdonderend voor je is, vertaal ik dan maar even. Klopt. Ja, waar hoop je te staan over, zeg, een jaar met het buddyhuis? Dan hoop ik dat de app die we nu bouwen en waar de eerste testers aan het testen zijn, dat die app af is. Want daarmee hebben we niet alleen een vehikel waarmee we een groter bereik hebben of makkelijker de match kunnen maken. Maar schrijven we eigenlijk ook een blauwdruk wat het buddyhuis is. En maken we dus de bereikbaarheid, de beschikbaarheid van een passende match veel dichterbij. En dus mijn droom om deze vorm van psychosociale hulp overal op de radar te krijgen, veel dichterbij. Ja. Dus ik hoop dat we in gesprek zijn tegen die tijd met heel veel ziekenhuizen, met inloophuizen, met patiëntenverenigingen, met al die mooie vehikels die er al zijn. Dat wij met die app kunnen zorgen voor de smeerolie en het maken van dat contact. Ja, dat belangrijke contact van mensen die hetzelfde hebben doorgemaakt als jij. Alleen iets verder vooruit zijn, in die zin. Precies. Ja. Precies. En dat is wel heel mooi dat je dat zegt, dat het beide kanten opwerkt. Dat het voor degene die er nog aan moet beginnen eigenlijk een grote steun kan zijn. Maar degene die het eigenlijk verleent, hè, de buddydienst, dat het daarvoor ook een verwerking is. Klopt. En dat heeft ook gemaakt, in het begin hebben we dat heel erg gescheiden. En inmiddels zeggen we, we zetten daar geen scheidslijn meer. Want iedereen die zich aanmeldt bij het buddyhuis, die is buddy. En de ene keer kom je iets brengen en de andere keer kom je iets halen. Ja. En dat kan dus ook variëren. En dat gebeurt ook wel eens dat er mensen zijn die nu zeggen, oh, ik ben 3 jaar verder. En ik heb eigenlijk juist nu de behoefte om te praten. En ik heb nu dat luisterend oor nodig van een buddy. Dus ook, het is niet altijd zo bij mij. Het voorbeeld, hè, is heel erg zo dat ik aan het begin van dat traject stond. Maar er zijn ook zeker mensen die nu bij ons komen en er baat bij hebben, al zijn ze later in het traject. En aan welke, aan wat voor een buddy worden zij dan gekoppeld? Nou, bijvoorbeeld iemand die ook al veel verder in het traject is en die goed een luisterend oor kunnen zijn. En andere mensen die dat hun verhaal dus nog kwijt willen. Die eerder dat verhaal nog niet hebben kunnen delen. Dat op die manier nog niet doorleefd hebben. Ja. Maar soms dus ook zo dat het juist iemand is van 3 jaar verder. En het ook nog fijn vindt om zijn verhaal te delen en daarmee verwerking ingaat. Je wordt heel erg gematcht op jouw vraag en jouw behoefte. En de ene keer is het zo dat je dus gematcht wordt omdat je alle twee in eenzelfde levensfase zit. Jonge kinderen hebt, wil weten hoe je daarmee omgaat. De andere keer is het zo dat je misschien voor een vraagstuk staat in de beslissing voor een bepaalde operatie en je de ervaring daarover van iemand wil horen. Maar ik heb ook een voorbeeld van een jonge vrouw van 27 die zei, ik wil heel graag een buddy van iemand die zeker 70 is en lang geleden kanker gehad heeft, want ik wil een perspectief zien.
wat er mogelijk is. En zo proberen we daar heel erg te matchen op de vraag die iedereen persoonlijk heeft. Ja, dus het is heel erg uitgaan van wat iemand wil, waar die behoefte aan heeft, en daar iemand bij zoeken binnen jullie bestand die daar invulling aan kan geven. Ja, mooi. En doordat we nu intelligente matchmaking straks hebben in die app, zullen we daar ook gebruik van maken en hoeven we niet altijd meer iedereen echt persoonlijk te matchen. Dat maakt dat we kunnen groeien en nog meer mensen van een buddy kunnen voorzien. En het zorgt er ook voor dat we meer tijd hebben en die bijzondere match tot stand kunnen brengen. Dus bijvoorbeeld, we hadden een voorbeeld van een vluchteling uit Syrië die heel graag met iemand in contact wilde komen die dezelfde ervaring had, maar wel in haar eigen taal. Dat is best wel een zoektocht om zo iemand daarbij te vinden. Maar op het moment dat we heel veel mensen middels intelligente matchmaking kunnen verbinden, dan hebben we de tijd om ook deze bijzondere matches tot stand te kunnen brengen. Ja, wat mooi. En is steeds de gemeenschappelijke deler het krijgen van kanker? Ja. Ja, ja. Okay. Ja. Dus als mensen dit horen en zeggen, ik wil graag een buddy zijn, of ik heb heel veel behoefte aan een buddy, dan kunnen ze naar de website en later kunnen ze de app downloaden. Klopt dat? Ja, ja. Dat klopt helemaal. Ik zal dit allemaal onder deze podcast schrijven, dus dat mensen hier gewoon kunnen vinden. En ik wil jou enorm bedanken voor dit gesprek, maar ook met het enorme mooie werk wat je aan het doen bent om lotgenotencontacten in die moeilijke fase van hun leven mogelijk te maken. Heel erg veel succes met de verdere uitbouw. Dankjewel. Ik vond het heel leuk om te doen. Mooi. Dankjewel.